Verhalen uit de Bijbel. Jezus hemelvaart. Dit is Jezus. Hallo. Hij is de Zoon van God en kwam naar de wereld om ons te redden. Toen Jezus op aarde was, vertelde hij de mensen over Gods liefde. Hij genas vele zieke mensen en liet grote wonderen zien. Oh, wow. Jezus hield ook van alle kinderen en vond het belangrijk dat ze erbij hoorden. Maar sommige mensen hielden er niet van wat Jezus allemaal deed. Ze namen hem gevangen en gaven hem de doodstraf. Jezus sterft dan aan het kruis en wordt begraven in een graftombe. 3 dagen lang ligt Jezus in het graf. En even lijkt alle hoop verloren. Maar heel vroeg op zondagmorgen gaan 2 vrouwen naar het graf. Maar ze zien dat het graf leeg is. Een engel vertelt hen dat Jezus is opgestaan en weer leeft. Wow! Jezus leeft! Hij is opgestaan! Echt! Als ook 2 mannen uit Emmaus komen vertellen dat ze Jezus hebben gezien, staat Jezus ineens in hun midden. Dat is wat we hebben gezien. Dat klopt. Oh, dat is een geest. Waarom zijn jullie bang? Jezus liet toen zien dat hij het echt was. Hij liet zijn handen en voeten zien. Maar de discipelen konden hun ogen niet geloven. Om hen te overtuigen vroeg hij iets te eten. Ze gaven hem toen een vis te eten. Lekker! Lieve vrienden, herinneren jullie je niet meer wat ik altijd gezegd heb? Ik zou toch sterven voor de zonde van de wereld en op de 3e dag weer opstaan? Dat is wat je hebt kunnen lezen in de geschriften en wat altijd het plan is geweest van God mijn Vader. Dit was de enige manier om de mensen te redden van hun zonde, zodat we straks altijd samen kunnen zijn in de hemel. Als ik straks weer naar de hemel ga, zal ik zorgen dat jullie niet alleen zullen zijn. Ik zal jullie de Heilige Geest sturen, zoals mijn Vader heeft beloofd. Oh, dat is geweldig! Blijf hier in de stad wachten tot jullie de Heilige Geest uit de hemel hebben ontvangen. Doe me, kom nu mee. Jezus had zichzelf de afgelopen 40 dagen aan nog vele mensen laten zien. Maar nu was het tijd om naar de hemel te gaan. Kijk, Jezus! Hij liep toen met zijn discipelen naar een berg in Betanië. Vrienden, trek erop uit om iedereen over mij te vertellen. Vertel dat er voor iedereen vergeving is. Luister goed, ik zal altijd bij jullie zijn, waar je ook bent. Toen verdween Jezus langzaam uit het zicht en ging naar zijn Vader in de hemel. Niet lang daarna stuurde God de Heilige Geest naar de discipelen om hen te helpen. De discipelen wisten toen dat God altijd bij hen zou zijn. En de Heilige Geest is vandaag de dag nog altijd bij ons. Precies zoals Jezus het heeft beloofd.